Het is vandaag ook de dag van de armoede. Ja, het is inderdaad de dag van de armoede. En dat is voor ons de reden geweest waarom we op deze dag gekozen hebben om de inhuldiging van deze begraafplaats te doen. Tegelijkertijd is het ook zo dat bij ons vanuit het gevangenismuseum wij hebben een tentoonstelling georganiseerd in de kapel, de landloperskapel. En de titel van die tentoonstelling is Gevangen in armoede. Dan vertellen we eigenlijk zo'n beetje de geschiedenis van de armoede. Waarin dan ook weer dat verhaal van de landloperskolonie past. Maar we zoomen even goed in op armoede hier, nu, vandaag bij ons. En dus die landloper, dat zijn eigenlijk ook allemaal arme snoepers geweest. En dus dat past precies in het verhaal van armoede, taboe, het jaarthema van dit boek. Te restaureren en uiteindelijk moeten natuurlijk aan een aantal mensen de kans geven om daar een officiële toespraak te houden. Maar als je alleen maar die officiële toespraken houdt, ja, daar valt niet veel lol aan te beleven. En dan hebben we ervoor gekozen om symbolisch de laatste landloper te begraven. En Bernard Clochard leek nou wel een leuke man. Ja. Gekend. Ja. Zet u de weduwe, madame? Ja. Zet u de weduwe? Zet u degene die met al zijn geld weg is, ja? Ik moet dat zo even niet lopen, hè? Meteen, ik zet drinken op. Ik ben de vaste grafdelver hier op kerkhof. En, ik ben niet Gerres, hè? Ik ben niet recht. Gerre, het is hier heel rustig en van de bewoners zitten meestal geen last. Dat zijn vrij stille mensen allemaal. Ja, met die kamer, hè? Ja, ja. Allee. Ja, ja, vooruit, dicht mogelijk denk, hè? Begin misschien erachter. Kom. Hier? Jongen. Ja, houdt hij dan vast? Ja, ik heb hem vast gehouden. Zie dat eruit als dat voor de eerste keer goed gegaan, of wat? Weet niet. Oh! Ja, dat is er los even, hè, makker. Je moet ze vasthouden, zeg. Ja. Ik heb dat nog gedaan, denk ik. Zeg, heb jij mijn sleutels niet gezien? Oh, sleutels? Ja. Nee, chef. Ik zeg niet nee en ik zeg niet ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben hier nog niet weg geweest. Ja, maar die zijn die gewoon kwaad. En, ja. Hier, en dat strak had ik al gezien dat we de corvée gedaan hadden. En, ja. En dan hier, en dan hebben we die boven gegraven. En dan hebben we gekeken dat hem niet thuis was. Niet thuis. En dan zijn we gaan zitten. En ik denk dat we nog een borrel gepakt hebben. Ja, rustig aan, hè. Willem is rustig. Ja, maar ik durf niet kijken, zeg. Kom jij anders even mee. Dan zeg ik daar niet gerust in, André. Maar dan pak het anders even rustig. Ga met je water even zien. Hey, wat ben ik vast doen? Dit is thuis gekomen! Oh. Hier zijn wel uw sleutels. Alle geluk dat ik mijn sleutels terug heb, zeg.
Ik kan het niet in de hand geven, ik kan het niet terugleggen. Hè? Ja, ja. Hey, moest dat gebeuren, zorg er dan wel voor dat je de kap buiten slaat. Maar allee, ik weet niet, ik ben die daar juist tegengekomen, maar... Wat is dit? Ik ga een spook zien, of wat? Dat is de begrafenissen, hè? Wie gaat er naar betalen? Ga! Wat doe je? Ga je? Wat doe je? Ik wier, kijk wakker in. Jij moest dood zijn, hè? Ga, zo noemen dat zet! Dat is begot mijn begrafenis, of wat? Ah, wel, ja! Ik ga wel met mijn geld er vandoor, zeker. Dat zal er wel meevallen. Jij droeg kralen deur aan. Nou, dat zal wel zijn. Kom, we zitten met mijn geest. Hey, 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 ho, ho! Wat gaat er? En meneer de burgemeester, Frank Wilreks, die zou ook nog een woordje zeggen, een grafreden, maar ja, ik weet niet wat hij nou gaat zeggen, hè. Ik weet nou eigenlijk ook niet goed wat ik nou nog moet gaan zeggen, maar... Allee, ja, we kunnen misschien iets zeggen over kerkhof. Kerkhof is niet een goed woordje, hè, want een kerkhof, dat is een hof, een begraafplaats rond de kerk. En hier is geen kerk te bespeuren. Er gebeurt hier momenteel heel wat op de kolonies. Ook met Lieder hebben wij al heel wat projecten ondersteund. Dus momenteel een project dat opgestart wordt rond de kapel van Merksplas. Hoe hoor ik de hoekje dicht in de relatie met Bernard Klochard het schijnt. Maar dus dat komt allemaal te vervallen. Nu de laatste van toch terug op vrije voeten is. Maar misschien kan ik het dan even hebben over het dossier van Merksplas kolonie hier in het algemeen. Omdat de meeste mensen die hier aanwezig zijn toch hard geïnteresseerd zijn in wat er met dit domein gaat gebeuren. We hebben hier een landlopersbegraafplaats. Ik denk niet dat er nog veel andere zijn. In Wortel is er nog één en misschien ook in Veenhuizen. En ik hoop dat deze restauratie van het kerkhof, dat eigenlijk de start zal zijn van de restauratie van de rest van het gebied. De volgende jaren, vele jaren, nog op jullie kunnen beroep doen om hier te blijven promoten, om Merksplas kolonie terug de plaats te geven die het eigenlijk verdient en om hier toch dat uniek karakter van te kunnen bewaren voor de toekomst. Dankjewel. Zoals dat bij een uitvaart past, daar hoort ook een koffie bij. En dus jullie zijn allemaal uitgenodigd op de koffie, maar dat is dan in Milleur natuurlijk, klein koffieke. Dus bij het verlaten van de begrafenis.